2.2 de parabool als meetkundige plaats. Hè. We hebben daar een paar voorbeeldjes van gezien. En we hebben uiteindelijk kunnen zien dat die parabool eigenlijk vastgelegd wordt als een meetkundige plaats, namelijk de punten die even ver van een vast punt als van een rechte liggen. Dat vastpunt noemen we het brandpunt, die rechte noemen we de richtlijn. Ja? In het algemeen kan dat er zo uitzien. We gaan nog voorbeelden zien waar we een functie, of ja, dat is geen functie hè, zoals je ziet, maar waar we een grafiek bekomen die er zo zal uitzien. Ja? Maar natuurlijk, als we de keuze hebben, dan moeten we verstandig zijn en gaan we ons assenstelsel als volgt kiezen. En als we dat dan vanuit een ander standpunt bekijken, dan gaat dat er gewoon zo uitzien. Dit is de optimale keuze. Dus het rechtse eindresultaat is eigenlijk wat we in ideale omstandigheden altijd zouden willen. Waarom? Omdat dat voor ons het meest eenvoudig is. De top en de oorsprong, de p groter dan 0, waardoor het een dalparabool is. En dat is voor ons het meest toegankelijke, geef toe. Maar, ik heb je al laten zien, een keer dat die keuze vastlegt van het assenstelsel, dan heb je niet meer te kiezen. Ja, dan heb ik die keuze op voorhand gemaakt, of dan heeft de maker de keuze op voorhand gemaakt. En dan moet je je daaraan aanpassen. Ja. We hebben gezien dat in het geval dat we werken met die optimale keuze, dus hier daar rechts onderaan, dus dit voorbeeldje, dat het resultaat van die parabool zeer eenvoudig is. Ja, dus dat je eigenlijk hebt een brandpunt 0p over 2, richtlijn i is min p over 2 en je voorschrift x kwadraat is 2pi. We hebben dat zelfs bewezen, hè. We hebben dat bewijsje gemaakt. Als je afvraagt, mogen we die bewijzen van buiten leren, meneer? Nee. Maar we gaan wel zelf leren bewijzen opstellen, ja, die daar toch een beetje gaan op lijken. Onthoud dat voorschrift x kwadraat is 2pi. Dat is eigenlijk het van de vier, je ziet daar dan een overzichtje staan. Ik onthoud eigenlijk alleen die formule, x kwadraat is 2pi. Maar ik houd natuurlijk ook rekening met het feit dat alles kan gespiegeld zijn. Ja? Op twee manieren. Dus je kunt alles spiegelen ten opzichte van de x-as. En dan moet je natuurlijk des de p groter dan 0 en de p kleiner dan 0. Dus op zich is dat niet zo lastig. Dat heeft gewoon te maken met het teken van p. Ja? Dus het geval p groter dan 0, p kleiner dan 0, ja, dat zie je hier in die eerste rij, zie je dat daar een spiegeling erop zit van de x-as is gebeurd. Ja? Wat er ook kan gebeuren, is dat je het allemaal bekijkt vanuit het inverse standpunt, dus dat je de y en de x wisselt. Nu, als je de y en de x wisselt, dan is niet x kwadraat is 2pi, maar wel y kwadraat is 2px natuurlijk. En ja, wat gebeurt dan? Dan weten jullie dat je een spiegeling uitvoert ten opzichte van de rechte y gelijk aan x. Dan krijg je geen functies meer. Ja, dan krijg je zo van die parabolen die typisch geen functie meer zijn, maar op zich is dat niet zo erg. Je bekijkt alles vanuit een ander standpunt. En je onthoudt, dus in plaats van x kwadraat is 2pi, is natuurlijk y kwadraat is 2px. Weer hetzelfde verhaal. Als p groter dan 0 is, dan krijgen we de parabool die eigenlijk, waarbij dat de richtlijn aan de negatieve kant ligt van de x-as, zou je kunnen zeggen. Is p kleiner dan 0, dan ligt de richtlijn aan de positieve kant van de x-as. Daar zie je dat je nu natuurlijk een spiegeling hebt ten opzichte van de y-as. Ah ja, logisch, want je hebt x en y gewisseld. Zo kan je dat ook onthouden. Dus belangrijk is wel, dat overzichtje, dat moet je eigenlijk bij u hebben. En dat is wel belangrijk, om te gaan weten van, hoe zit dat nu precies in elkaar? Hoe is dat nu precies opgebouwd? Welk geval heb ik? Ja, onthoud dat we linksboven, hier, op deze samenvatting, dat we eigenlijk, dat is voor ons de meest interessante situatie, maar dat gaat niet altijd lukken. Zijn we oefeningen beginnen maken? We gaan een keer kijken. Wat hebben we gisteren gedaan? We hebben een keer gekeken wat er gebeurt als dat brandpunt op de richtlijn ligt. Ja, dan kregen we de middelloodlijn. Ik heb je dat laten zien. Hè? Weet je nog, die parabool die toeklapt, zou je kunnen zeggen. Want als die p 0 is, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè, als je brandpunt op je richtlijn ligt, dan wordt die brandpuntsafstand, zo noemt men dat, dan wordt die uiteindelijk 0. En wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent concreet dat die parabool helemaal toeklapt. En dan krijg je dus deze loodlijn. Het is geen middelloodlijn, het is een loodlijn. Ja. Dus dat hadden we. Dat was een kleine vaststelling die we gemaakt hadden. En toen hebben we de eerste keer gisteren beginnen rekenen met deze oefening. Dat is oefening 3 in uw cursus op pagina 5. Waarbij we een keer vergelijkingen van parabolen gaan opstellen. Ja, dus altijd goed kijken. Wie is symmetrias? Y-as is symmetrias. Dus dan weten we, het is x kwadraat is 2pi. Ja. En het enige dat je dan moet doen, is die p vastleggen. Hè. Ik hoop dat je dat beseft. Maar als je dat voorschrift bekijkt, x kwadraat is 2pi, dan is enkel de p de om hetgeen dat je moet zoeken. Hè. Dus er is maar één ding dat je moet zoeken, dus één punt is genoeg. Hè. Dus met andere woorden, het punt Q min 1, 2, wat is genoeg, je hebt. Hè. Dus het is opgelost. Je vult dat punt in, je vindt je P. Als je P gevonden hebt, dan kan je dus zeggen, P is in dit geval 1 vierde, dus er staat x kwadraat is 1 tweede i. Of, als je dat liever hoort, i is 2 keer x kwadraat. Dat mag ook. Maar je mag ook schrijven, x kwadraat is 1 tweede i. Hè. Ik vind dat niet verkeerd. Hè. Dat is iets dat je zelf kiest. Hè. We hebben het ook gedaan voor voorbeeld B. Dus daar is niet x kwadraat is 2pi, maar wel y kwadraat is 2px. Want de x-as is symmetrias. Weer het punt invullen. Een beetje rekenen. Het is wel lastig rekenwerk hier.
maar je bekomt uiteindelijk een vrij eenvoudige formule. Y kwadraat is min wortel 2x. Ja? Controleer ook altijd een keer achteraf, van, is dat nu wel juist? Hè? Want ik bekom hier bijvoorbeeld een p-waarde die negatief is. Ja, probeer je een beetje te oriënteren. Dus de x als een symmetrie, als de p is negatief. Dus dat betekent, als je je voorschrift zou bekijken, dat we daarnet gezien hebben, ja, dat je richtlijn aan de positieve kant moet liggen. Hè? Dus dat zal in dit geval ook wel degelijk kloppen. Hè? Ja. Dus dat zijn zaken, en ik probeer je die voorstelling altijd een beetje te maken. C hadden we nog niet gemaakt, denk ik. Hè? Ja. Maar we hadden wel al iets gezegd over de symmetrie, als herinner ik mij. Dus de oorsprong is top. Ja. Oké, dat is... In alle vier de voorbeelden die we gezien hebben, is de oorsprong de top. Hè? Dat is iets dat we eigenlijk standaard proberen te bekijken. Maar ik wil nu een ander punt, namelijk 0 min pi over 2 als brandpunt. Dus als je twijfelt, dan moet je even een tekening maken. Hè. Hoe ziet dat eruit? 0 min pi over 2, dat is een punt op de y-as. Dus dat betekent, als je brandpunt op je y-as ligt, ja, dan kun je die tekening gaan beginnen maken. Dat brandpunt ligt onderaan, onder de x-as. Je richtlijn ligt erboven, uiteraard. Ja? Dus ik zie die richtlijn ook liggen. En ik weet meteen de oriëntatie van mijn parabool. Hè. Dat zal een bergparabool zijn in dit voorbeeld. Dus dat is wel interessant. Dat je gewoon op basis van je brandpunt kunt gaan zien van je y-as en symmetrie-as. En je kunt natuurlijk ook je waarde van p gaan berekenen. Ik ging het vragen, maar kijk, het staat er nu al op. Je waarde van p, ja, dat is gewoon even gaan kijken natuurlijk, want je brandpunt ligt op een afstand p over 2 eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk absolute waarde p over 2, moet je zeggen. Dus vandaar, hè, je afstand p die zal eigenlijk twee keer zo groot zijn als wat hier staat, hè. Dus in absolute waarde moet dat 5 zijn, maar p zal in dit geval wel min 5 zijn, omdat het natuurlijk een bergparabool is. Dus dat betekent dat we ook het voorschrift hebben. Hè? Wie probeert? Wat is het voorschrift van deze parabool? Okay. X kwadraat is min 10 y. Ja, dat klopt. Ja. Of als je dat liever hoort, hè, y is gelijk aan min 1 tiende x kwadraat, of x kwadraat is uiteraard gelijk aan min 10 y. Als je die min 10, als je alles maal 10 doet, als je alles maal min 10 doet, sorry, links en rechts, dan klopt dat ook. Hè? Zie je? Ja, voor degenen die niet helemaal mee waren, die p ontdekken. Ja, je kunt dat grafisch doen. Ik heb het eigenlijk grafisch gedaan daar straks. Hè. Maar je kunt natuurlijk ook, als je het formule onthoudt, brandpunt ligt op 0 p over 2. Dat is het, hè. Brandpunt ligt op 0 p over 2. Ja, dan heb je het meteen ook. Hè. Dan is p is min 5. Hè. Zie je? Als je dat onthoudt, 0 p over 2, dan is p gelijk aan min 5. Hè. Dat is al dat je nodig hebt. Hè. Meer niet. Oké? Okay? Dat zou moeten lukken. Hè. Dat zijn niet de moeilijkste oefeningen, denk ik. Laten we eens kijken naar dit. Dat is nog altijd niet zo moeilijk. Probeer, zou ik zeggen. De vraag is, bepaal brandpunt en vergelijking richtlijn. Construeer de grafiek. Ja, een kleine schets. Volstaat uiteraard. Dus kijken. Wat ik meestal doe is, eerst en vooral, ik heb in mijn hoofd bepaald wie je symmetrie-as is. Dan weet ik, wat daar staat, die min 5, dat is die 2p. Eigenlijk, wat daar is 2px. Dus met andere woorden, daar kan ik p uithalen. Dus p is min 5 op 2. Ja. Nu weet ik dat de x-as symmetrie-as is. En ik weet dan ook de coördinaat van het brandpunt. Namelijk, dat is die p over 2. Dus dat wordt min 5 vierde. En het brandpunt moet op de x-as liggen. Dus het is min 5 vierde 0. En zo heb ik mijn brandpunt bepaald. Ja. Dus f min 5 vierde 0. De richtlijn, die heb ik dan ook meteen. Hè? Want wat is uw richtlijn dan? Als je uw brandpunt hebt, dan moet je uw richtlijn symmetrisch aan de andere kant gaan bekijken. Natuurlijk is uw richtlijn hier verticaal. Ja, waarom? Omdat uw x is symmetrie-as is. Denk aan uw tekening, hè? Het ziet er zo uit. Dus x is gelijk aan 5 vierde. Zie je? Dus brandpunt zien we hier liggen. Ja, richtlijn ligt daar. En ik zie inderdaad door het negatieve teken, ja, dat ik dit verhaal krijg. Hè? Dus dat ik dit soort parabool ga krijgen. Snap je? Dus die vragen zijn belangrijk. Hè? Wie is symmetrie-as? Wat is uw p? En dan kun je eigenlijk al een kleine schets maken. Hè? Als je weet wie is symmetrie-as. Wat is uw p? Is uw p positief of negatief? Kan je een schets maken, dan heb je vrij snel het juiste resultaat gevonden. Probeer ik een b? Dus je krijgt juist hetzelfde verhaal. Hè? Dus uw p is opnieuw min 5 tweede, dat klopt. Maar natuurlijk, het symmetrieverhaal is anders. Je ziet, ik heb bij mijn brandpunten x en de y gewisseld. En ik heb ook voor mijn richtlijn hetzelfde gedaan. En ik heb grafisch gezien, gewoon de spiegeling ten opzichte van y gelijk aan x uitgevoerd. Van mijn volledige tekening, en dan krijg ik gewoon dit. Zie je? En dan is mijn y-as symmetrie-as. Oké, okay. Goed onthouden. Dat is belangrijk. Hè? Die twee oefeningen staan tegenover elkaar. Ja, om dat verschil te kunnen zien. Hè? Ja, je moet bij die parabolen rekening houden met wie is symmetrie-as. Dat is wel belangrijk. Oké, okay. Oefening 6. Gaan we een keer kijken. Dat betekent niet dat we 5 overslaan. Trouwens, 5 komt er ook nog aan. Maar ik denk dat ik eerst 6 gemaakt heb.
Waarover gaat dat? Ja, al iets moeilijker dit. Het voordeel is nu wel, ja, dat we, als we kunnen, je gaat dat zien, dat we altijd gaan werken met de situatie waarbij dat x kwadraat 2pi is. Daar heb ik u al gezegd, hè? Dat dat eigenlijk voor ons de meest toegankelijke en de meest eenvoudige situatie is. Dus we gaan even kijken, door het brandpunt van die parabool trekken we een evenwijdige aan de x-as. Bereken de lengte van de afgesneden koorde. Kan ik een tekening mee maken, dat je ziet wat er bedoeld wordt. Er staat niet bij, merk op, er staat niet bij welk teken p heeft. Hè? Staat er niet bij. P kan groter dan 0 zijn, p kan kleiner dan 0 zijn. Met andere woorden, kan een bergparabool zijn, kan een dalparabool zijn. Weten we niet. Ja, als we natuurlijk een tekening willen maken, dan moeten we een beslissing nemen. Hè? Dus ik heb hier die situatie voor p groter dan 0 getekend. We kunnen straks een keer kijken, voor p kleiner dan 0, of dat er een verschil is. Ja, of dat we daar moeten iets aanpassen. Ja, dus als je het niet weet, dan moet je eigenlijk een soort van gevalsonderscheid maken. Dan moet je zeggen van, we gaan eerst kijken naar p groter dan 0, we gaan straks kijken naar p kleiner dan 0. Lijkt me logisch. Moest erbij staan, we weten dat p groter dan 0 is, dan is er geen discussie, dan heb je altijd deze tekening. Maar nu kan ik dus ook de gespiegelde hebben ten opzichte van de x-as. Ja, maar we gaan dat straks bekijken. Oké? Okay? Ik heb proberen, hè? Dus wat gaan we doen? Ik heb deze tekening, de lengte van de afgesneden koorde. We trekken een evenwijdige aan de x-as door het brandpunt. Kunt u voorstellen? Jullie hebben, ik weet niet of die tekening in de cursus staat, dat weet ik nu niet. Van buiten. Ah. Ik weet niet van buiten. In elk geval, hè, je zou dan een keer kunnen tekenen, die afgesneden koorden, wat bedoel ik daarmee? Wat getekent die evenwijdige? Voilà, ik heb dat gedaan. Ja, wat vind je daar dan? Ah, je vindt twee snijpuntjes, A en B. Oké. Okay. En eigenlijk, wat wil ik weten? Ik wil weten, wat is de lengte van dat lijnstuk AB? Duidelijk, hè? Kan ik daar een berekening gaan doen voor de lengte, om de lengte van dat lijnstuk te vinden. Lengte van dat lijnstuk, natuurlijk, we moeten rekening houden, de uitkomst van deze oefening, dat gaat geen getal zijn. Hè. Ik ga niet, dat gaat niet 10 zijn. Hè. Dat gaat niet. Hè. Waarom niet? Omdat de p die daarin staat, blijkbaar een parameter is. Ja, die p is een parameter waarvan ik op dit moment de waarde niet ken. En ik ga die ook niet kunnen berekenen. Nee, ik ga een eindresultaat bekomen, dat gaat afhangen van p. Ja. Dus bemerk dat, hè. Bereken de lengte, verwacht dan niet altijd dat uw uitkomst 10 of wortel 3 gaat zijn. Ja, als ik u de p-waarde niet geef, en ik geef u bijvoorbeeld geen mogelijkheid om die p te berekenen, moest ik u een punt geven, dan zou je p kunnen vastleggen, hè. Maar dat is niet het geval. Dus er staat gewoon p, er staat geen extra informatie, dus ik verwacht dat die afstand AB die gaat afhangen van p, hè. Want die p die bepaalt natuurlijk ook in hoeverre dat uw parabool open of dicht gaat, hè. In hoeverre dat die steil verloopt of meer open verloopt. Snap je? Dus het antwoord zal natuurlijk afhangen van P. Daar zijn we het over eens. Nu, hoe doen we dat nu? Laat ons even kijken. Dat is niet zo moeilijk, hè? Als je erover nadenkt. Is iemand een voorstel? Weten we iets over die punten A en B? Die vraag moet je een keer stellen. Weten we iets over die punten A en B? Kennen we daar iets van? Ik spreek dan over x-coördinaat, y-coördinaat. Zien we symmetrie? Ja toch. Wat kan je daarover zeggen? Kom maar, wie probeert? Weten we iets over de punten A en B? Absolute waarde van de x is gelijk. Ja, oké, okay, dat is prima. Dus met andere woorden, dat betekent, hè, A en B liggen even ver van de oorsprong horizontaal gezien. Hè. Dat is alleen ding dat duidelijk is. Hè. Daar zijn we het over eens. Weten we nog iets? Ik probeer dat we nog iets weten. De y is gelijk. En hoeveel? Ik weet zelfs hoeveel. Jullie ook. Denk ik na. Hoeveel is y? P op 2. Ja, tuurlijk. Uw i is p op 2. Hè? Dat is de y-coördinaat van uw brandpunt. Oké, okay, dus we weten eigenlijk heel veel. Hè? Dus we gaan even beginnen bij tekenen. Dus wat hebben we? A. Wat kan ik daarvan zeggen? Wel, ik heb enerzijds die p op 2. Ja, dat is die y-coördinaat. En de x-coördinaat, ja, ik heb die dan een klein beetje verklapt, maar die x-coördinaat, ja, die kan je natuurlijk gaan vinden. Hoe zou ik die vinden? Ik had zo zeggen. Want er werd gezegd, de absolute waarde is gelijk van de x. Ja, dat is juist.
Maar hoe kan ik die concreet gaan berekenen? Ja, we gaan de i invullen in p uiteraard. I invullen met p. Ja, we gaan de i invullen in het voorschrift. Daar komt het op neer. Hè. Dus uw i-coördinaat is gekend. Ja, dat is p op 2. Als je die i-coördinaat in dat voorschrift stopt, a en b zijn punten van je parabool. Hè. Dus als je die i-coördinaat in dat voorschrift stopt, p op 2, dan vind je dat x gelijk is aan, reken met mij mee, p kwadraat. Sorry, x kwadraat is p kwadraat. Dus dan vind je dat x plus of min p is. Dus we zijn er. Hè. Dus a heeft als coördinaat min p, p op 2. En b heeft als coördinaat p, p op 2. Zie je? Dus de basis van die oefening, dat is eigenlijk gewoon weten dat het brandpunt als coördinaat 0, p over 2 heeft. Als je dat weet, dan ben je vertrokken. Dan weet je, ah, dat punt a, b legt erin, de i-coördinaat ervan, ik vind de x zijn min p en p, en we zijn vertrokken. Hè. Hoeveel is die afstand dus? Is er iemand die dat kan zeggen? Niet te moeilijk maken nu. Hè. Als je daar ingewikkelde afstandsformules zit toe te passen, dan zou ik zeggen van, allee gast, dat is niet nodig. Je moet echt geen ingewikkelde afstandsformules zitten toepassen. Ja, die afstand is gewoon 2p uiteraard. Hè. Ja, zie je dat? Ja, hè. Die afstand is gewoon 2p. Natuurlijk, dat is de situatie dat p groter is dan 0. Hè. Zijn we akkoord? Afstand AB, dat is geen absolute waarde links. Hè. Zie je dat? Dus afstand AB is 2p in dit geval. Wat zou er veranderen? Nu moeten we ons nog de vraag stellen, wat gaat er veranderen in de situatie dat p kleiner is dan 0? Denk daar een keer over na. Wat zou er veranderen in een situatie dat p kleiner is dan 0? Dan beweer ik dat uw uitkomst niet is, afstand is 2p. Er verandert iets, maar wat? Wie ziet dat? Wat als de situatie p kleiner dan 0 zich voordoet? Ja, dan is u... Dank u wel, Jasper. Prima, dan is uw afstand min 2p. Hè? Ah ja, als uw p kleiner dan 0 is, dan moet je alles spiegelen. Ten opzichte van de x-as. Uw tekening blijft eigenlijk hetzelfde. Je moet gewoon alles spiegelen ten opzichte van de x-as. Uw coördinaat van a en b gaat dus niet... Dus als je alles gespiegeld hebt, gaan die ook meespiegelen uiteraard. Die f die gaat meegaan, die a, die b die gaat ook meegaan. Maar de afstand tussen a en b, ja, die wordt nu min 2 keer p, omdat uw p natuurlijk negatief is. Ja, als je het zo bekijkt. Dus in de situatie dat p kleiner dan 0 is, is uw afstand gelijk aan min 2p. Maar voor de rest blijft dat hetzelfde. Dat blijft natuurlijk even groot. Hè. Dat verandert niet zoveel. Hè. Je krijgt gewoon de spiegeling, maar je kan niet meer zeggen 2p, want anders zou je een negatief getal hebben. Dus vandaar min 2p. Dus wat is het resultaat in het algemeen? Kunnen we dat samenvatten? Kan je een algemene formule geven voor die afstand? Kan je een algemene formule geven voor die afstand? De afstand kan niet negatief zijn. Hij is ook niet negatief, hè? Want p is kleiner dan 0, Elena. P is kleiner dan 0. Dus min 2p is positief. Hè? Akkoord? P is kleiner dan 0. Dus, ja, oké, okay, prima. Min 2p is positief. Hè? Kun je een algemene formule geven, iemand? Die altijd klopt. Of dat p nu groter dan 0 of kleiner dan 0. Ja, nee. Niet plus of min 2p. Dat is fout, vind ik. Allee, kun je een algemene formule geven die altijd klopt, onafhankelijk van de situatie p groter dan 0 of p kleiner dan 0? Dat is toch een begrip dat je kent? Ik ben op zoek naar een begrip dat je zeker kent. Absolute waarde 2p, natuurlijk. Hè. Ja, absolute waarde 2p. Merk op hier. Hè. Links staat een afstand, rechts staat een absolute waarde. Wiskunde is kunnen lezen hè, wat er staat. En er is geen discussie, hoor. Ik bedoel, de notaties zijn goed in principe. Links is dat geen absolute waarde. Nee, dat is een afstand tussen a en b. Rechts is dat wel een absolute waarde, want p, ja, dat is gewoon een getalletje. Dus daar staat de absolute waarde van 2p. En dat is altijd juist. Oké? Okay?
By the way, je moet dit soort zaken niet van buiten leren. Hè. Je moet niet van buiten leren als je een lijn trekt dat in afstand absoluut waar het 2P is. Die eigenschap op zich, die is interessant, maar je moet die niet echt van buiten gaan leren. Maar je moet wel, we gaan wel moeten kunnen, zo die redeneringskist beginnen opstellen. Dat zal een beetje nieuw zijn in dit hoofdstuk, dat je dat zelf gaat moeten kunnen beginnen doen. Was het duidelijk? Ja? Dus het belangrijke is hier opnieuw dat je weet, brandpunt heeft als coördinaat 0P over 2. En ik ben je dan vertrokken. Hè. Invullen, hup, de x-coördinaat bij de afstand enzovoort. Dus dan gaat dat wel vooruit. Oké, oefening 5. Ja, ik had die overgelaten, dus laten we die een keer bekijken. Waar gaat dat over? We gaan het zien. Dus bepaalde coördinaten van de punten A en B van de parabool, die samen met de top een gelijkzijdige driehoek maken, vormen, maak een tekening. Laten we dan een keer lezen. Er staat weer, dus het is weer x kwadraat is 2pi, dus het is weer de ideale situatie voor ons. Dus i als een symmetrieas, heel simpel, de top, ja. Oorsprong, gelijkzijdige driehoek. Er staat niet bij dat p groter is dan 0 of kleiner is dan 0, dus we gaan weer moeten een keuze maken en we gaan straks moeten kijken, ja, als p kleiner is dan 0 is dat een probleem. Dus we kiezen in principe altijd ja, in eerste instantie p groter dan 0. Hè. Dat lijkt me het verstandigste. Oké. Kunt u voorstellen dat die een driehoek moet liggen? Kunde u voorstellen dat hij in een driehoek moet liggen? Is er iemand die dat ziet? Je moet de coördinaten zoeken van de parabool, van de punten A en B op die parabool, die samen met de oorsprong een gelijkzijdige driehoek vormen. Hoe moet je die driehoek tekenen? Ik beweer dat je maar één mogelijkheid hebt. Als je daar even over nadenkt, dan ga je dat zien. Hoe moet ik dat doen? Eén zijde van die driehoek heeft een typisch kenmerk. Ik zoek dat kenmerk. Eén zijde van die driehoek heeft een typisch kenmerk. Wat is dat kenmerk? Evenwijdig met de x-as. Tuurlijk, ja. Daar moet je misschien even over nadenken, maar dat is toch het enige dat kan. Hoe kun je nu een gelijkzijdige driehoek krijgen als je de oorsprong moet meenemen en twee punten op de parabool? Ja, dat kan je niet anders dan de symmetrie gebruiken. Op het moment dat je dat niet gaat doen, gaat die driehoek nooit meer gelijkzijdig zijn. Dat is onmogelijk, dat zie je gewoon meteen. Ja. Dus dat betekent dat we al heel wat weten. Ja, ik kan al die zijden evenwijdig met de x-as, kan die eigenlijk perfect gaan tekenen. Zo. Dus dat moet één van die zijden zijn. En de bedoeling is dan uiteraard dat we met de oorsprong, dat we effectief een gelijkzijdige driehoek gaan vormen. Natuurlijk weten we dan alweer heel wat. Hè? Want dat betekent meteen dat we weten, die A en die B die liggen weer even ver van die oorsprong, op horizontale manier gezien. Pas wel op over de y-coördinaat van A en B. Daar weten we eigenlijk niets van. Hè? Je kunt niet zeggen, zoals in de vorige oefening, de y-coördinaat van A en B is P over 2. Hè? Dat gaat niet, hè? Uiteraard. Dus daar moet je wel mee oppassen. Hè? Dat je niet begint te zeggen van... Nee, dus nu weten we daar niet veel van, maar we weten wel dat de bedoeling is dat we met de oorsprong een driehoek gaan maken. Voilà, ik heb die getekend. En het is de bedoeling dat die gelijkzijdig zal zijn. Dus de rode driehoek, ongeveer, dat is een schets, hè, die zou moeten gelijkzijdig zijn. Oké, laat ons een keer nadenken. Ja, ik wil de coördinaten van die punten gaan bepalen. Er zit natuurlijk opnieuw een parameter in, hè, die parameter p. Moeten we rekening mee houden. Ja. Hoe gaan we starten? Is er een voorstel? Tekening is gemaakt. Het is niet zo makkelijk als daar straks, want daar straks kon je zeggen van we starten met dat brandpunt, y-coördinaat is p over 2, dus we konden daarmee vertrekken. Hè. Die eigenschap is weg. Maar ben je akkoord dat de eerste eigenschap, namelijk het feit dat a even ver van de oorsprong ligt als b op horizontale manier, dat die wel nog altijd voldaan is? Ja, die blijft wel geldig. Dus, kleine tip, maar dat ga je met jezelf moeten leren doen.
Maar wat gaan we doen? We gaan dan een keer even aanduiden, die A en die B. En laat ons een keer een extra veranderlijke invoeren. Ja? Die ik op dit moment niet ken, hè? Maar die ik ga willen berekenen. Dat is de bedoeling. Ik ken die niet op dit moment, maar ik ga die wel kunnen berekenen. Laat ons zeggen, ik ga dit min A noemen, dan is dat A. En dus bij mij is A een positief getal. Hè? Dat zou je toch kunnen doen. Wat is het gevolg van die keuze? Wat kan je nu berekenen? Eens dat je dit ziet, dat je een extra veranderlijke invoert. Dat is een beetje nieuw, hè? Dat moesten we in de vorige oefening niet doen, maar we hadden met die P over 2, nu wel, omdat we dat niet hebben. Ja, een keer dat je dat ziet, kun je wel beginnen rekenen. Ja. De afstand tot de oorsprong is A. Ja. Daar ben ik mee akkoord. Maar wat kunnen we nu verder gaan berekenen? We hebben een x-waarde, zeg je Wout. Wat bedoel je? We hebben een x-waarde, dus... Dus... erin steken en op die manier berekenen we de zijde. Oké, dus ja, er wordt gerekend, hè? Ja, er wordt gerekend. Dus we gaan een keer gaan kijken. Dus eigenlijk het idee is, als je die x-waarde kent, dan kan je op zoek gaan naar die y-waarde. Ja? En de afstand AB, die kunnen natuurlijk ook direct zien, die is inderdaad gelijk aan 2a. Oké? Maar dan zitten we al ver, hè? Geef toe. Dus we gaan een keer kijken. Dus de bedoeling is dat die drie zijden gelijk zijn. Dat wisten we. Dus, en nu kunnen we perfect die coördinaten, hè, als die x gekend is, is die y natuurlijk ook gekend. Hè. Die y is a kwadraat op 2p, a kwadraat op 2p. En we weten de afstand tussen a en b, die is gelijk aan 2a. Natuurlijk, de afstand tussen a en b moet ook gelijk zijn aan de afstand tussen a en o en de afstand tussen o en b. Ah ja, want mijn driehoek moet gelijkzijdig zijn. Nu zijn we, denk ik. Nu is het nog een beetje rekenen. Zou je zelf moeten kunnen. Een keer proberen. We kennen de coördinaten van A en B. Merk op, die zijn gekend. Perfect. Ik weet dat de afstand AB 2A is. En je hebt een afstandsformule nu. Hè. Probeer een keer. Even rekenen. De eerste stap, die zou je toch moeten uitgevoerd worden. Dus de afstand AB is 2A. En wat is de afstand van O tot A of van O tot B? Maakt niet uit, hè. Die is natuurlijk hetzelfde. Het levert ook dezelfde formule op. Gebruik je afstandsformule, dat is de vierkantswortel, uit a min 0 kwadraat plus a kwadraat min 2p, nee, a kwadraat gedeeld door 2p min 0 in het kwadraat. Dus dan krijg je dit, hè. Akkoord? En dat moet je nu oplossen, hè. Dat is een irrationale vergelijking die je moet gaan oplossen. Maar goed, maar even kijken. Kwadrateren. Ja. Voor degene die zich afvraagt, meneer, heb je hier geen kwadrateringsvoorwaarden en consorten en bestaansvoorwaarden? Ja, merk op, wat er onder je wortel staat, is allemaal positief uiteraard. Dus bestaansvoorwaarden zijn niet aan de orde. Ja. En ja, zoals ik mijn keuze gemaakt heb op betekening, is A positief getal. Dus ook kwadrateringsvoorwaarden zijn niet aan de orde. Hè. Voor degene die zich daar zorgen over maken, of misschien doe je dat niet. 3a kwadraat enzovoort, afzonderen. Dan heb ik toch dit. Nu, a kwadraat is niet 0, hè? Dus, want a is ook niet 0. Dus dat betekent dat a, en dan bekom ik, ja, het is uiteraard enkel de positieve, hè? Plus of min 2 keer wortel 3 keer b is. Dus er staat daar toch een kwadraat te veel 2 keer, hè? Zowel bij Femke als bij Julie. Snappen jullie dat daar een kwadraat te veel staat? Bij jullie? Is dat duidelijk dat daar een kwadraat te veel staat? Ja, hè? Ja. Dus het is opvallend dat je alle twee dezelfde fout maakt. Allee, dat valt mij op, maar ik zie niet in waarom dat daar een kwadraat nog zou moeten staan. 2 keer wortel 3 is zelfs wortel 12, uiteraard. Hè? Dus dat kunnen we wel wat vereenvoudigen. Eigenlijk, ja, staat die plus of min? Ja, het is enkel plus. Hè? Ja, dus eigenlijk, in dit geval, omdat mijn a, ik heb die keuze gemaakt. Hè? Dus dan zijn we, het enige wat we moeten doen, uiteraard, is die a invullen in de punten. Dus dat betekent min 2 wortel 3p. Ja, het is een beetje lastig. 6p, 2 wortel 3p keer 6p voor het punt B. Zie je? Het is wel al een moeilijke oefening natuurlijk, omdat je ja, hier moet de reflex hebben om te gaan zeggen van oké, ik ga moeten een onbekende extra gaan invoeren, die ik dan uiteindelijk ga gaan elimineren op het einde van de rit. En dat gaan we meer en meer beginnen doen. Als je dingen niet gaat kennen, ga je zeggen van oké, ik ga moeten een onbekende invoeren, elimineren op het einde van de rit en dan zien wat er gebeurt. Ça va? Is er een verschil voor P kleiner dan 0, zou je kunnen afvragen? Nu bij de situatie P kleiner dan 0 gaat heel die boel gespiegeld zijn. Dus krijg je gewoon de bergparabool.
Maar in principe kan je nog altijd dezelfde a positief en dezelfde min a gaan aanduiden. Die afstand gaat nog altijd 2a zijn, die blijft positief. Dus ik zie geen enkele reden waarom dat natuurlijk hier, die 2p, dat gaat hier dan negatief zijn, maar er ontstaat geen enkel probleem. Dus voor p kleiner dan 0 blijven dit dezelfde coördinaten. Ja, dus daar staat geen enkel probleem. Het is niet dat die wortel opeens boven een negatief getal komt te staan. Dus ook voor p kleiner dan 0 krijg je hetzelfde resultaat. Parabool. Ja. Wat willen we doen? We gaan even kijken. Stel een vergelijking op van de parabool p, brandpunt f 1,1, richtlijn d. X plus y plus 2 is gelijk aan 0. Oké. Wat is het grote verschil met deze oefening en de oefeningen die tot nu toe aan bod zijn gekomen? Wel, bij heel veel oefeningen die we tot nu toe hadden, kon je het assenstelsel gaan kiezen. Ja, dat kan je nu natuurlijk niet meer doen. Het assenstelsel ligt vast. Als ik spreek over coördinaten, als ik spreek over een vergelijking, dan wil dat zeggen dat ik ergens een oorsprong heb gekozen. En je merkt meteen dat dat een pak moeilijker is dan wat we tot nu toe hadden. Dus die as, weet je nog, die as, die richtlijn, dat was tot nu toe altijd een verticale of een horizontale lijn. Dat is hier niet het geval. Hier is dat een schuine lijn, x plus y plus 2 gelijk aan 0. Ja, het brandpunt, dat lag altijd op de symmetrieas, dat wil zeggen, dat lag altijd op de x-as of de y-as. Dat is in dit voorbeeld niet langer voldaan. Dus wat je in dit soort oefeningen niet kan doen, is gebruik maken van onze standaardformule binnen ons goed gekozen assenstelsel. Dus daarmee bedoel ik het voorschrift x kwadraat is 2pi. Hè. Daar kan je nu geen gebruik van maken. Omdat je zeker weet dat je niet in dat systeem zit. Ja? De top zal niet de oorsprong zijn, in dit voorbeeld ook. Ja, waar moeten we ons dan op baseren? Wie heeft een voorstel? Hoe moeten we die oefening dan gaan oplossen? Hoe moeten we daarmee starten? Is er nog een andere manier om die vergelijking te bekomen? Ik beweer van wel. Maar waarop gaan we ons moeten baseren? Anders gezegd, waaraan gaan de punten van de parabool P voldoen? Waaraan moeten de punten van de parabool P voldoen? Even ver van F als van D. Ja. En dan ben je begonnen. Hè. Dus het enige wat je doet, is als je dat daarop schrijft, dan gebruik je eigenlijk gewoon de definitie van de meetkundige plaats. Ja, dus vergeet dat niet. Dus ook daar kan je oefeningen over maken. Hè. Het is niet, we hebben in de intro hebben we eigenlijk gewerkt met die meetkundige plaats. De parabool als meetkundige plaats van punten die even ver van brandpunt als van de richtlijn liggen. Toen hebben we dat eigenlijk op een bepaald moment onder tafel gegooid en zegt vanaf nu kunnen we eigenlijk gewoon x kwadraat is 2pi en we zijn vertrokken. Maar dat betekent niet dat je dat moet vergeten, hè? Dat die parabool de verzameling is van de meetkundige plaats, of tenminste de meetkundige plaats is van de punten even ver van f als van d. Dus je moet dat wel nog altijd kunnen, hè? Uiteraard. Dus ja, doen, hè. Eens dat je dit weet, is niet meer zo moeilijk. Hè? Afstand ps is afstand pd. Daar gaan we weer de twee afstandsformules door elkaar opnieuw, hè? Merk op. Dan is het gewoon maar invullen. Ja, lekker wat. Linkerlid, wie probeert? Dat is niet moeilijk. Als je weet dat je moet starten bij dit soort oefeningen, gaat dat vlot. Wat is het linkerlid? Wie probeert? Afstand PF. Kom aan, jongens en meisjes.
Bijvoorbeeld een microfoon die je een keer kunt aanleggen. Misschien iets makkelijker. X tot de tweede plus y tot de tweede min 2x min 2y plus 2, denk ik. Ja, dan heb je al gekwadrateerd. Ja, dus is die wortel weg, hè? Pas op, hè? Want eigenlijk in uw definitie voor afstand staat er wel direct nog een wortel boven. Hè? Ja, ja, ik had het al uitgewerkt. Ja, oké. Okay. En uw rechterkant, iemand die dat weet, wat is de rechterkant dan? Laat die wortel voorlopig staan, zou ik zeggen. We gaan straks wat kwadrateren. Dus rechts gaat er ook nog ergens een wortel staan, vermoed ik. Ken je die formule nog? Afstand van P tot D. Hoe gaat dat eruit zien? Absolute waarde x plus y plus 2 gedeeld door vierkant wortel 2. Dank u wel. Oké, okay, we zijn vooruit. Dat is juist. Ja, ik heb zelfs de haakjes, die heb ik zelfs nog niet uitgerekend links. Hè. Ik ga dat wel straks moeten doen, dus ik ga niet anders kunnen. Oké, het ziet er zo uit. Wel een pak complexer dan hetgeen dat we tot nu toe gewoon waren. Hè. We moeten alles kwadrateren, dat is duidelijk. Oké, dat gaan we doen. Dat betekent natuurlijk, die wortel gaat wegvallen, dat is geen probleem. Wortel 2 kwadrateren, dat is gewoon 2. Dat betekent ook dat we die x plus y plus 2, absolute waarde, gaat wegvallen door het kwadraat. Maar we moeten wel nog het kwadraat nemen van x plus y plus 2, hè. En dat is eigenlijk iets dat we niet gewoon zijn. Dat is het kwadraat van een drieterm. Ja? Jullie kennen denk ik wel spontaan de formule voor het kwadraat van een tweeterm. A plus b kwadraat, a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Maar misschien trap je in de val en denk je van ja, het kwadraat van een drieterm, hè, waaraan is dat dan gelijk? Hè? Het is interessant om dat een keer mee te geven. Dus ik heb dat hier gedaan. Dus ik heb dat kwadraat uitgerekend. Voilà. En dan moet ik dat rechterlid nu gaan vereenvoudigen. Kan niet anders, hè. Want er zal wel het een en het ander wegvallen. Nu, wat is het kwadraat van een drieterm? Wel, ik heb het daar een keer opgeschreven. Dat is een formule die iets minder gekend is, maar die dus in deze context wel nuttig blijkt. Ja? En als je die formule een keer bekijkt, wat zie je daar eigenlijk? Wel, je moet elk stukje kwadrateren, dus de a, de b en de c. En dan moet je ook weer dubbele producten nemen. Maar als je maar twee termen hebt, dan heb je maar één dubbel product, namelijk 2ab. Ja? Op het moment dat je drie termen hebt, dan heb je opeens drie dubbele producten. Want je kunt twee combineren met A en B, je kan twee combineren met B en C en je kan twee combineren met A en C. Snap je? Snap je de logica van de formule? Het is eigenlijk wel logisch. Hè? Dus je krijgt niet alleen de C kwadraat erbij, maar je krijgt ook alle dubbele producten erbij. En dat zijn er drie, hè? Want je kan AB, BC en AC maken. Dus dat is eigenlijk wel een formule die handig is om in deze context te onthouden. Ja, het is vrij logisch, hè. Ik vind, als je de formule kent voor a plus b kwadraat, dan kan je ook de formule voor a plus b plus c kwadraat. Hè. Het is een kwestie van gewoon even te redeneren. En ook voor a plus b plus c plus d kwadraat. Hè. Je moet gewoon gaan kijken van alle mogelijke combinaties, zo noemt men dat, van die lettertjes moet je eigenlijk gaan bekijken. Oké. Dat is een hele riemram. Voilà, ik heb dat daar een keer gedaan. Gelukkig valt er een en ander weg. De 4 bijvoorbeeld valt weg. En je kan nog een klein beetje vereenvoudigen tot dit. X kwadraat plus y kwadraat, min 8x, min 8y, min 2xy is gelijk aan 0. Maar that's it. Meer kan je daar eigenlijk niet meer mee doen. Je kan daar niet x uithalen. Dat gaat niet lukken. Want die x die staat eigenlijk op drie plaatsen. Ik zie daar x kwadraat en ik zie 8x en ik zie 2xy. Ja, je kunt daar ook niet y gaan uithalen. Dat heeft ook geen zin. We gaan het niet gemakkelijker maken. Dus blijf daar gewoon af. Dat is het voorschrift van die parabool. Nu, mocht u afvragen, hoe ziet dat eruit? Je kunt het u wel een klein beetje inbeelden. Hè. Het enige dat je moet doen, is eigenlijk dat brandpunt tekenen in het vlak. Stel u voor, 1, 1, dat is in het eerste kwadrant. En dan ligt uw richtlijn daar symmetrisch tegenover, ten opzichte van de oorsprong. Dus met andere woorden, die richtlijn, x plus y plus 2 gelijk aan 0, ligt dan aan de linkerkant. En
uw parabool, als ik die door een computer laat tekenen, dan krijg ik dit. Ik heb het ook even gedaan hier. Voilà. Dan krijg je deze tekening. Dus je ziet heel mooi de rechtlijn liggen, we zien het brandpunt liggen en we zien die parabool liggen. Dat is opnieuw geen functie, hè? Want die parabool, als je die oneindig laat doorlopen, dan ga je ook zien dat dat geen functie is. Het is een parabool die eigenlijk ja, schuin bekeken wordt. Kunnen we de vraag stellen, meneer, moeten wij zo'n dingen kunnen tekenen zelf? Nee, dat vind ik niet. Je moet dat niet zelf kunnen tekenen. Maar ja, ik denk wel dat ik in staat ben om daar leuke meerkeuzevragen over te maken. Dus ik vind wel dat je moet in staat zijn om de juiste voorschriften aan de juiste parabolen te koppelen. Je moet daar maar een keer over nadenken, dat is wel een leuke oefening. Bijvoorbeeld, het valt op dat die parabolie door de oorsprong gaat. Hè. En je ziet dat eigenlijk ook op zicht. Hè. Nou, als je 0 invult, ja, dan klopt dat. Hè. Ik bedoel, als je x en y vervangt door 0, dan zie je 0 is 0 staat er. Dus dat zijn kleine dingen die jullie toch ook moeten kunnen zien om de juiste parabolen aan de juiste voorschriften te koppelen. Ja. En dit voorbeeld laat ook nog een keer zien dat we vanaf nu eigenlijk niet meer met functies gaan bezig zijn. Of we gaan wel met functies bezig zijn, vaak, nog altijd, maar soms ook niet. En dit is ook weer zo'n voorbeeld. Snap je? Dus een oefening waarbij we teruggevallen zijn op die definitie. Oké, brandpunt, parabool, brandpunt, rechtlijn. Sorry, daar had ik u vertaald. Laten we eens een keer verder kijken. Volgende oefening is oefening 7. Ja, nu komen we toch wel stilletjes aan in de stijl van de ja, mooie en goede oefeningen. Heel wat gegevens. Hè. Dus bij zo'n zaken, ja, deze oefening gaan we eens samen overlopen, omdat het belangrijk is omdat er hier heel wat in steekt dat je moet meenemen voor het vervolg van de cursus. Dus echt wel een superbelangrijke oefening dit. Dus wat hebben we? Parabool. Ja. De tekening krijg je erbij. Dus denk ik wel geen overbodige luxe in dit verhaal. Top en de oorsprong, dan punt F. Dus we zitten weer in onze heel traditionele situatie, ja, die we goed kennen. Y-as, symmetrieas. Punt A is het punt op de symmetrieas dat F het midden is. Dus met andere woorden, OF is gelijk aan FA. Wat doen we? We tekenen door A een willekeurige rechte die niet evenwijdig is met de as van de parabool. Dus niet evenwijdig met de S-rechte op mijn tekening. Ik heb dat gedaan. Die snijdt de parabool in de punten B en C, dat is duidelijk. De rechte evenwijdig met de assen door het midden van BC. Kijk goed, die M, midden van BC. Ik teken daar een rechte die evenwijdig is met de as. Ja. Die snijdt de topraaklijn in D. Wel, dan beweer ik dat je kunt aantonen dat de driehoek ACD dat die perfect rechthoekig is. Uiteraard een A, hè, dat zie je op zicht. Dus blijkbaar moet die driehoek rechthoekig zijn. De vraag is, bewijs dat. Toon dat aan. Dit is wel een stevige oefening. Hè? Een stevige oefening, maar die verloopt volgens een vast plan. Laat ons zeggen. En het is dat plan dat eigenlijk de komende tijd ja, heel vaak gaat terugkeren. Je gaat dat zien. Laat ons eens zo'n plan overlopen. Ik heb het op twee manieren ingevuld. Dus ik ga eerst het plan met jullie overlopen, van hoe pak je dat aan. En daar gaan jullie misschien in eerste instantie niet zoveel bijdrage hebben. Maar de invulling van het plan, dus het rekenen, eens dat je je plan hebt, zet je u aan het rekenen, ja, daar kan je dan weer wel heel veel aan bijdragen, beweer ik. Wat doe je eerst? Eerst moet je een assenstaafsel gaan kiezen. Nu, hier ligt dat voor de hand. Hè. Ik bedoel, hier moet je niet twijfelen. Soms is dat moeilijker, maar hier zou ik zeggen van kies voor T de x-as en kies voor S de y-as. Ja, nogal evident. Dus dat is simpel in dit voorbeeld. Het voordeel is dan, als je dat doet, dan zitten we in onze vertrouwde situatie die we supergoed kennen, namelijk x kwadraat is 2pi, maar p groter dan 0. Ja, dus dat is, ik heb u gezegd, dat formuleke is belangrijk, omdat je iedere keer daarop terugvalt. Oké, het eerste is gedaan. Het tweede dat we moeten doen, is een keer gaan kijken, wat moeten we nu eigenlijk gaan bewijzen? We moeten bewijzen dat de driehoek ACD rechthoekig is. We zien allemaal dat moet in A zijn. Kan alleen in A zijn. Dus dat betekent dat we moeten aantonen dat AD en AC loodrecht op elkaar staan. Juist, hè? Hoe kan je dat analytisch gaan doen? Hoe kan je loodrechte stand van twee rechten, belangrijke tip hier, het woord rechten, hoe kan je loodrechte stand van twee rechten gaan controleren? Wat denk je? Hier kunnen jullie al iets doen. Voilà, de rico's zijn omgekeerd en tegengesteld. Anders gezegd, het product van de rico's is min 1. Juist, hè? Dat is hetzelfde. Hetzelfde als zeggen van de rico is omgekeerd en tegengesteld. Het product van de rico is min 1. Dus dat wil ik controleren. Wel, op basis van u te bewijzen, nu moet je goed kijken, hè? Ik weet dat ik dat moet bewijzen. Nu, op basis van u te bewijzen, kun je een stappenplan gaan opstellen. Want wat heb je dan nodig als je dat wil controleren? Ja, we moeten de rico van AD en de rico van AC kunnen berekenen. Evident. Nu, wat heb je nodig om rico te berekenen? Als ik de coördinaten van die punten ken, AD en C,
dan is het opgelost. Als ik de coördinaten van die punten ken, dan kan ik die RICO berekenen dankzij het formuleke i2-1 op x2-x1. Ja, daar heb ik in de herhaling zeker en vast eens aan bod gekomen. Dus eigenlijk weet ik wel een beetje wat ik moet gaan doen. Hè. Ik moet de coördinaten gaan berekenen van A, D en C. Nu, A, dat zou de makkelijkste zijn. Dus mijn stappenplan, daar kunnen we nu mee beginnen. De coördinaat van A, ik beweer dat je die straks heel snel kunt opschrijven. En nu moet je even gaan redeneren. Wat ik altijd doe, is in plaats van direct te beginnen rekenen, eventjes ervan uitgaan, stel je voor dat je A kent, dat je die coördinaat kent. Wat zou dan de volgende stap zijn? Ik vind dat een verstandige redenering dan direct te gaan rekenen. Dus eerst een keer te gaan nadenken van, stel ik dat ken, is dat een stap in de goede richting, dus kan ik dan verder? Ja, de bedoeling is wel, als je iets berekent, dat je die inspanning die je gedaan hebt, dat je die kunt gebruiken, hè, dat je wel verder kunt. Dus je moet je de vraag stellen, kan ik verder? Wel, als ik die A ken, dan kan ik natuurlijk de rechte door A, laat mij die kleine A noemen, de rechte door A niet evenwijdig met de i-as, dan kan ik die rechte wel ergens gaan opstellen. Natuurlijk, het enige dat ik niet ga kennen van die rechte, dat zal de helling zijn. Ik weet dat die rechte door A gaat, dat weet ik zeker, maar de helling van die rechte, hoe steil dat die ligt, dat weet ik niet. Maar ik kan dat wel een naam geven. Ik kan zeggen van, dat is de RICO, en die RICO noteer ik bijvoorbeeld met M. Ik zeg maar iets. Snap je? Die RICO is ook veranderlijk. Hè? Je mag niet gaan zeggen van die RICO is 10. Ik zeg maar iets. Nee, die RICO verandert. Want er staat ook in de opgave, je trekt een willekeurige rechte door A. De enige voorwaarde is, niet evenwijdig met de as, dus geen verticale. Je mag geen verticale rechte tekenen. Maar alle andere rechten zijn toegelaten. Hij kon bijvoorbeeld ook dalend zijn in plaats van stijgend. Dat mocht. Maar dus uw M zal daar een parameter zijn in dat verhaal. Nu ga ik weer verder. Stel u voor dat ik die A heb opgesteld, die kleine a. Wat zou ik dan moeten gaan kunnen berekenen, denk je? Misschien kan er hier iemand aanvullen. Dus we hebben al de coördinaat van A. En we hebben al de rechte a, de kleine rechte a, of de rechte met kleine letter a, door a. Stel u voor dat we die hebben. Hoe zouden we dan verder kunnen gaan, denk je? Dus we zijn voorlopig niet aan het rekenen. Hè? We zijn aan het nadenken van welke stappenplan ga ik hanteren. Wie kan verder? Wat als ik die rechte heb? Snijpunt met de parabool. Snijpunt. Ja. Ik zou alleen niet zeggen snijpunt, maar wel. Kijk naar uw tekening. C, ja. Oké, C heb je zeker nodig. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nu heb je nog iets nodig, hè. Je zult niet alleen C nodig hebben. Vermoed ik, gaat B denk ik ook nodig hebben. Het is te zeggen, hè, we zullen zien. Want ja, we moeten ook het midden kennen. Die M hebben we ook moeten kennen. Dat ga je zien. Maar in elk geval heb ik die C nodig, hè. Want als je terugkijkt naar je te bewijzen, die C heb ik sowieso nodig. Maar ik beweer dat je zelfs ook die B en die M gaat nodig hebben. Dus in elk geval, de coördinaten van B en C. Ja, C zeker, B zullen zien. Nu, ben je akkoord als je de coördinaten van B en C kent, dat je ook de coördinaat van M kent? En als je de coördinaat van M kent, kan je ook de coördinaat van D. Leg uit. Wat hebben M en D gemeen? Wat hebben M en D gemeen? Dezelfde x. Juist, hè? Nu, zijn we dan? Ga ik nadenken, hè? We hebben de coördinaat van A. We hebben de coördinaat van D. En we hebben de coördinaat van C. Dus we zijn er, hè? Het is gedaan. Dus in principe kan ik de RICO AD en de RICO AC opstellen en kan ik de controle doen dat RICO AD maar RICO AC gelijk is aan mij. Snap je dat stappenplan? Het is belangrijk, hè, mensen. Meer nog, zo'n stappenplan, stel je voor dat je een oefening maakt en je kunt zo'n stappenplan opstellen. Ja, dat is toch een deel van je punten waard ook, hè? Dat is toch als dat stappenplan goed is, ja goed, dan heb je wel door hoe je het moet gaan doen. Als je dan nog wat rekenfouten maakt, dat kan. Hè. Natuurlijk liever niet, hè, maar het kan zijn dat je geen rekenfout maakt, waardoor je bijvoorbeeld die oefening niet helemaal uitkomt. Ja, dan durf ik wel een keer gaan kijken in uw oplossing van, ja, is het stappenplan correct? Dus ik denk dat dat wel belangrijk is, dat je zo'n stappenplan leert maken. Probeer het ook gedetailleerd genoeg te doen, hè, te kijken van, oké, wat heb ik hier allemaal nodig? Nu gaan we het keer beginnen uitvoeren, ons stappenplan. Coördinaat A. Kan je direct opschrijven. Wat is de coördinaat van A?
Kom maar. Waarom kan je dat rechtop schrijven? Nul p. Ja, is juist, want de coördinaat van f is 0p over 2. En het ligt in het midden. F ligt in het midden van OA. Dus de coördinaat van A, 0p. Done. Ja. Rechte A. Rechte A moet door A gaan. M is veranderlijk. De RICO is veranderlijk. Dus ja, die heb je ook meteen. Hè. I min, je kent dat formule, we hebben dat gezien in de herhaling. I min b is gelijk aan m maal x min 0. Juist, hè? Gaat door A, altijd, M is de RICO, is een nieuwe veranderlijke, maar je kunt niet anders, hè, want bestaat, je mag gelijk welke rechten tekenen. Dus vandaar. Dus met andere woorden, I heeft als vergelijking, A heeft als vergelijking, I is MX plus B. Goed, hoe gaan we de snijpunten zoeken? Wat moeten we dan doen als we de snijpunten moeten zoeken? Wie heeft een idee? Wat moet je doen om de snijpunt te zoeken? B en C. Vooral C, hè. Gelijkstellen. Kun je iets concreter zijn? Wat ga je waaraan gelijkstellen? Wat bedoel je? A en de parabool. Maar, wat betekent dat dan eigenlijk? Bekijk een keer, die parabool heeft als vergelijking x kwadraat is 2pi. Hè? Akkoord? En die rechte heeft als vergelijking i is mx plus p. Dus wat ga je dan eigenlijk doen? Je bedoelt het goed, maar ik vind dat niet zo goed zegt. Wat ga je dan eigenlijk doen? Dus die parabool heeft als vergelijking x kwadraat is 2pi. Enerzijds. De rechte a heeft als vergelijking i is mx plus p. Wat moet je doen om de snijpunten te vinden? Jullie zeggen gelijkstellen, maar wat bedoel je? P gelijk aan a. Wat betekent dat? P gelijk aan a. Parabool gelijk aan a. Hoe ga je aan de slag? Elke formule is x of y. Ja, maar dat zou ik nu niet doen. Dat zou ik nu niet doen. Ik zou echt niet gaan zeggen van ik ga die parabool omrekenen naar x. Hij gaat dan allemaal vierkantswortels zetten, bijvoorbeeld. Of ik ga die parabool omrekenen naar y, want dan ga je met breuken zetten. Ik zou dat niet doen. Herleiden naar nul. Ja. Maar dan had het niet helemaal overtuigd. Wat jullie bedoelen met gelijkstellen. En het idee van ik ga de y eruit halen, doe dat niet, hè. Uit die parabool, want dan krijg je daar 1 over 2px kwadraat, zit daar maar een breuk, terwijl dat niet nodig is. Hetgeen dat ik in mijn hoofd heb, is veel meer voor de hand liggend dan hetgeen dat jullie aan het doen zijn, vind ik. Allee. X kwadraat, de ene en de andere steken. Ja, dus er staat x kwadraat is 2pi, en hier staat dat y gelijk is aan mx plus p. Ga dan toch gewoon die y gaan vervangen. Ik zou dat niet noemen... Gelijkstellen, hè? Ik zou dat noemen substitutie. Dat is de goede manier om het uit te leggen. Substitutie, je vervangt de i, je hebt de formule voor i, namelijk mx plus p, je vervangt die in de vergelijking van p. Je creëert geen enkele breuk, hè? Maar kop, hè? Dat is perfect in orde. Dat is gewoon een vergelijkingske. Een vergelijkingske met de onbekende x, hoe nadenken hier, de onbekende is x. Ja? P en m zijn parameters. P beslist over hoe stijl is uw parabool, hè? Hoe klapt ze dicht, of hoe staat ze open? M beslist over hoe stijl is die rechte. Dus altijd goed in uw gedachten houden, wie is onbekende, wie is parameter. Dus met andere woorden, ik moet die vergelijking oplossen naar x. Welk soort vergelijking is dat? Wat is dat voor iets? Hoe noemen we dat? Ik moet die vergelijking oplossen naar x. Dat is een tweederaadsvergelijking, dat is een vierkantsvergelijkingske. Dus inderdaad, Femke... Herleiden naar nul, hoor ik u zeggen. Misschien bedoelde je dat wel. Dus dat is inderdaad een goed idee. X kwadraat min 2pmx min 2p kwadraat is gelijk aan 0. En nu komt er een interessante insteek. Een vondst. Pas op, een vondst die de komende oefeningen wel een keer gaat terugkeren. Want die wordt wel vaker een keer gebruikt. Je zou kunnen gaan zeggen, ik ga die vergelijking gaan oplossen. Oké, dan heb je discriminant nodig. Dus ik moet die discriminant gaan berekenen. Oké, je kunt dat doen, hè? Dat is te doen. Hè? Pas op, hè? Dat is 4p kwadraat m kwadraat plus 8 keer p kwadraat. Poeh. Dan kunnen die twee oplossingen gaan opschrijven. X is enzovoort, gekende formuletjes, min b plus of min vierkantswortel 2a. Natuurlijk, wat kun je ook doen? Even goed nadenken.
Kleine vondst, daar gaat de lamp branden. C heb ik al. Het is te zeggen, C heb ik al, ben het nog niet, dacht ik. Hè. Ik heb in elk geval al die A, die had ik wel al. En waar ik in eerste instantie in geïnteresseerd ben, is eigenlijk de coördinaat van die M. Die heb ik in elk geval nodig, de coördinaat van die M. Ja, want dat is dat midden. En we hadden gezegd, waarom hebben we die M nodig? Omdat we D ook nodig hebben, die hebben dezelfde X-coördinaat. Maar M is het midden van B en C. Juist, hè? Dat wil zeggen dat als je de som neemt in je vierkantsvergelijking, kijk je goed mee, dus we gaan hier kijken. Jullie kennen de formule voor de som, hè? De som van de oplossingen in een vierkantsvergelijking, dat is min B op A. Dat is een formule dat superhandig is. Want wat zie je dan? Dat betekent dat de som van de oplossingen in de vierkantsvergelijking, dat bij mij gelijk is aan 2PM. Allee, nu is het aan jullie. Wat leert mij dat over de x-coördinaat van M? Waaraan is die gelijk? Waaraan is de x-coördinaat van M dan gelijk? En dit is wel een fijne vondst. Dus ik ga B en C in eerste instantie niet direct gaan berekenen. Ik ga dat niet direct doen. Ik ga M direct gaan berekenen. Dus ik herhaal, de som van die twee oplossingen is min b op a, dus is bij mij 2pm. Dat leert mij iets over de x-coördinaat van m. Ja, die is 2pm op 2, hè? Klopt, hè? Ah ja, want m is het midden. Dus m is de som van de x-coördinaat van b en c gedeeld door 2. Dus met andere woorden, de x-coördinaat van m is pm. Dus we zijn er. Dus met andere woorden, ik heb de coördinaat van m. De y-coördinaat heb ik niet. Ik heb die niet nodig, beweer ik. Kijk maar, want ik moet de coördinaat van D hebben. Wat is de coördinaat van D? Wat is de coördinaat van D? PM0, tuurlijk. Maar nu zijn we, hè. Nu zijn we, hè. En dus je ziet dat ik eigenlijk C zelfs niet ga gebruiken op dit moment. C gaan we zelfs niet gaan gebruiken. Ik beweer dat we die C zelfs niet gaan nodig hebben in mijn verhaal. Ja? Maar kijk nu goed wat er gebeurt. De RICO van AD, die moeten we nu gaan opstellen. Gaat dat lukken? Wel, ik ken A en ik ken D. Dus dat is zeker geen enkel probleem. En de RICO van AC moest ik ook hebben. Ja, die staat ergens. Hè. Wie speelt de rol van de RICO van AC, mensen? Waarom moet ik C niet kennen? Wie legt mij dat uit? Wie speelt daar de rol van de RICO van AC in mijn verhaal? Welke parameter speelt de rol van de RICO AC? Zijn jullie nog mee? M, uiteraard. Dus met andere woorden, we gaan de RICO AD opstellen. Kijk goed, wat is RICO AD? Ik heb die twee punten. Hè. Dat is I2 min 1 op X2 min X1. Dus 0 min P op PM min 0. Vereenvoudig, de P valt weg, min 1 op M. Akkoord? Wat is de RICO van AC? M. Is de controle voldaan? Ja. Oefening oplost. Snap je dit? Dat is de eerste keer dat we dat doen. Hè. Ik had het liever in de les gedaan. Hè. En van op afstand, denk dat wat voor jullie moet duidelijk zijn, is ten eerste stappenplan. In het zwart. Ja, heel duidelijk. Stappenplan in het zwart. Ja, je zou nog kunnen zeggen, keuze-assenstelsel. Maar goed, het is uiteindelijk voor de hand liggend. Ja, de bewijzen heb je meestal ook snel opgeschreven. En dan, heel nauwkeurig, van wat moet ik doen? Stappenplan. In blauw, de uitwerking van het stappenplan. En de vondst die ik daar doe, onthoud dat. Als het gaat over een midden van... Ja, dan kan je soms, als het gaat over vierkantsvergelijkingen, heb je natuurlijk een formule voor de som. Hè? En dat is handig. Dat is handig. Dat is niet de eerste keer, we gaan het een aantal keer gebruiken. Ik ga straks ook nog eens zeggen van, weet je dat, we hebben dat toen zo gedaan. Maar ja, we kunnen dat opnieuw op die manier doen. Dus dat is niet toevallig. En dan moet je zelfs die oplossingen niet gaan berekenen. Je hebt voldoende aan het midden. Maar dat betekent, je hebt voldoende aan de som. Hè? Min b op a. En daarmee kan je heel snel de juiste dingen gaan opschrijven. Het rood kadertje, wat ik eruit leg. Kijk, goed, er is een vierkantsvergelijking. Hè? Hier, hè? X kwadraat min 2pm, x min 2p kwadraat. In principe moet ik die vergelijking gaan oplossen naar x. Met de formules discriminant. En dan hè, verder gaan oplossen door middel van min b plus of min vierkantswortel d gedeeld door 2a. Dus zo zou ik het moeten doen, hè, om c en d te kennen. C en b te kennen, excuseer. Wat ga ik doen? Ik ga eigenlijk een beetje onrechtstreeks te werk gaan om die vergelijking op te lossen. Ik ga eigenlijk de b en de c... niet gaan berekenen.
Waarom niet? Omdat ik die eigenlijk niet nodig heb. Ik heb gewoon min nodig van BSC. Ik heb m nodig. Ja. En ik maak gebruik van een formule die jullie kennen. Ik heb ze ook herhaald al een paar keer dit jaar. Bij een vierkantsvergelijking is de som van de oplossingen min b op a. Dus de som van de oplossingen bij een vierkantsvergelijking is in mijn voorbeeld, in dit voorbeeld is dat 2pm. Juist, hè? Juist, hè? Nu, heb ik de som van de oplossingen nodig? Het is te zeggen, ik heb de som van de x-waarden gedeeld door 2 nodig. Want de x-coördinaat van m, wat is dat? Dat is de x-coördinaat van b plus de x-coördinaat van c gedeeld door 2. Maar, dus moet je eigenlijk de x-coördinaat van b en de x-coördinaat van c, die moet je eigenlijk niet kennen, hè? Je moet gewoon de x-coördinaat van b plus de x-coördinaat van c gedeeld door 2 kennen. En dat is dus gewoon p maal m. Snap je het nu? Oké, ik geef toe, dat is wel een beetje een vondst zo van, je kunt dat zo doen. Hè. Dat is iets belangrijks. Als je te veel gaat beginnen rekenen in die oefeningen, dat zal je ook wel zien, er zal wel moeten gerekend worden. Hè. Ik ga dat niet ontkennen. Dit is een zeer eenvoudige oefening qua rekenwerk. Want we gaan nog oefeningen maken waarbij het rekenwerk complexer gaat zijn. Maar als je te veel aan het rekenen bent en je ziet door het bos de bomen niet meer, dan denk je kijken van, kan ik het niet slimmer doen? Kan ik het niet sneller doen? Dat is toch wel een tip. We gaan even proberen, want er komt er nog eentje aan, dacht ik. Oefening 8. Ja, dan ga ik kijken. Hè. Waarover gaat dat? Ik denk dat de oefening of de tekening daarbij waarschijnlijk... Oh, ik kan me niet herinneren, staat die in de cursus of staat die er niet? Enfin, we zullen het zien. Een rechte A. Die snijdt de parabool P in twee punten A en B. Door het midden van AB trekt men een rechte B, even beide met de symmetrieas. En we moeten gaan aantonen dat de rechte B, de rechte D en de roodlijn L uit het brandpunt op A door één punt gaan. Mensen, dat is een mondvol. Hè? Als je dit zo bekijkt, ja, dan denk ik dat het voor de hand ligt, als er geen tekening gegeven is, dat je die wel gaat moeten maken. Nu, keuzeassenstelsel, geen discussie, denk ik. Hè? Dit is nog altijd voor ons de meest toegankelijke manier van werken. X² is 2pi. Hè? Dat, door die keuze zijn we dat zeker. Nooit twijfelen, hè, mensen. Als je kunt, kies dit. Ja. Oké, rechte A. Ik ga die tekenen. Hè. Dus keuze assenstelsel is al gebeurd. Hè. X² is 2pi, p groot eraan. Voilà, ik heb die rechte getekend. Willekeurig. Hè. We moeten rechte tekenen die de punten, die de parabool snijdt in twee punten A en B. Dus doe dat gewoon. Hè. Dus twee punten, voilà, A en B. En gedaan. Wat moeten we nog doen? Het midden M van AB aanduiden. Ja, aanduiden. Daar. Rechte B evenwijdig met de symmetrieas. Hup, naar beneden. Oké. Okay. Rechte B, richtlijn D, loodlijn L, uit het brandpunt F op A door één punt. Dus welk punt moet dat zijn? Kijk goed. Het punt dat zich hier bevindt. Hè? Zie je dat? Klopt perfect. Hè? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die rechte getekend, die rechte B. Ik heb die richtlijn D. En ik heb de loodlijn L uit het brandpunt op die rechte A getekend. En wat stel ik inderdaad vast? Die gaan door één en hetzelfde punt. Zo blijkt. Dus nu moet ik dan nog bewijzen dat dat zo is. Hè? Ja. Ik ga dat punt misschien een naam geven voor het gemak. Ik kan dat S noemen, hè? Straks. Oké, okay, hoe toon je aan dat drie rechten door eenzelfde punt gaan? Ja. Maar eigenlijk is dat niet zo moeilijk, want wat je moet doen is zeggen van ik kan het snijpunt berekenen van twee van die drie en dan moet ik gewoon aantonen dat dat snijpunt ook op de derde rechte ligt. Snap je dat? Dus aantonen dat drie rechten door één punt gaan. Hoe doe je dat? Je berekent het snijpunt van twee van de drie. Dus dan gaan die twee alleszins door één punt. En dan controleer je dat die derde rechte dat punt bevat. Zo kan je dat doen. Hè? Dus eigenlijk, wat ga ik bewijzen? Ik ga bewijzen dat het snijpunt S van D en B, dat punt ook op de rechte L ligt. Dat is eigenlijk het idee dat ik heb. Als ik dat kan doen, dan ben ik er. Hè? Dan heb ik de stelling bewezen. Ja, dus onthoud dat, is handig. Hè? Hoe bewijs je dat drie rechten door eenzelfde punt gaan? Op die manier. Oké, okay, keuzeassenstelsel. Te bewijzen. Stappenplan. Amen aan ons stappenplan. Oké. Okay. Hoe starten we? Kom maar. Vergelijking van D. Ja, wees volledig. Hij is... Even goed kijken. Min p op 2. Ja, dat is juist. Oké. Okay. Dus daarom... Ja, dingen die gratis zijn, moet je natuurlijk meenemen. Hè? Dus hij is min p op 2. En bijvoorbeeld ook f... heeft een coördinaat 0p over 2. Hè? Zie je? Allee. Dus als je dat kunt doen, 0p over 2 voor f en vergelijking d, i is min p op 2, ja, dan is het natuurlijk logisch dat je die dingen direct meeneemt. Vergelijking b, ja, dat is natuurlijk
iets lastiger om die te gaan bekomen, want daarvoor gaan we moeten naar die a gaan. Ja. Nu, als we die hebben, als we de vergelijking van b hebben en de vergelijking van d hebben, ja, dan gaan we natuurlijk die coördinaat van s kennen. Want dat is het snijpunt van die twee. Oké, nu, dan gaan we ook de vergelijking van l kunnen opstellen, want de vergelijking van l, die l moet loodrecht staan op het lijnstuk AB. Ja. Dus met andere woorden, als ik de helling van AB ken, of van de rechte A ken, dan ga ik ook de helling van L kennen, en gaat door het brandpunt. Dus dat moet ook lukken. En eens dat ik dat heb, kan ik gaan controleren dat S een element is van L. Ja, dus mijn stappenplan. Ik had gezegd, van we gaan binnen met die A. Ja, ik heb het hier iets anders gedaan. Die A die komt er wel aan natuurlijk. Voor een stappenplan is er niet één geëikte weg. Hè. Stappenplannen ja, kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. Maar dit is op zich wel duidelijk. Hè. We gaan op zoek naar D, we gaan op zoek naar B. We gaan de coördinaat van S berekenen, we gaan de vergelijking van L opstellen en we gaan controleren dat S een element is van L. Vergelijking van D hadden we. Oké, en nu komt het om de vergelijking van B op te stellen. Die is natuurlijk een pak moeilijker. Ja, dan moeten we de coördinaat van dat snijpunt M kennen. Zijn we daarmee akkoord? Dus dan gaan we moeten ergens gaan afspreken hoe we die rechte A noemen. Ja, en dus A geeft die een naam. I is mx plus q. Ik weet niets over M, ik weet niets over q. Hè. M is de helling. Q is het snijpunt op de I-as. Maar daar weet ik niets van. Hè. Want die helling die kan alles aannemen. Dat snijpunt gaat dus ook meeschuiven. Ik weet wel dat hij niet verticaal is, dat is het enige. Oké, we zijn er bijna. De oefening is bijna gedaan. Kom aan, laatste inspanningen van deze week. Hoe gaan we verder? Wat moeten we doen? Ik heb de vergelijking van D. Ik wil de vergelijking van B kennen. Hè? Denk aan de vorige oefening, mensen. Kom aan. Denk aan de vorige oefening. Substitutie. Oké, we gaan de snijpunten gaan zoeken. Dus het idee is dat we AB willen. Maar eigenlijk hebben we AB niet nodig, hè? Herinner u, hè? Want ik moet eigenlijk alleen maar M kennen. Dat voelt me al een beetje komen. Hè? Substitutie, invullen, je krijgt dit. Invullen, vierkantsvergelijking. Oké, wat gaan we nu doen? Nu gaan we weer dat regeltje toepassen. Het is weer hetzelfde. Het is weer hetzelfde. Ik moet niet A hebben, ik moet niet B hebben. Nee, ik moet M hebben. M is genoeg. M is genoeg. Dus, hup, mijn lamp gaat weer branden. Maar het is dezelfde lamp, hè. Het is niet dat je zegt van, ah, weer een nieuwe. Nee, het is een trick die blijkbaar wel toepassingen heeft. Die wel goed werkt. Het is weer hetzelfde. De som van de oplossing min B op A, 2PM. Het is dezelfde soort vergelijking. Het is hetzelfde verhaal, hè. Dus met andere woorden, de coördinaat van M, die ken ik, hè. Het is te zeggen, ik ken de x-coördinaat. PM. De y-coördinaat kan ik niet. Maar ik heb die niet nodig, hè. Ik heb die niet nodig, die y-coördinaat. Want wat is de coördinaat van S? Wie probeert? Wat is de coördinaat van S? Die ligt vast, hoor, nu. Beweer ik. S is een snijpunt van B en D. 2pm min p over 2. Nee. Bijna hoor. Is dat een foutje? Kijk een keer goed. Ja, PM. Ja, PM, hè. Want je moet het midden, dus dat betekent, je moet nog deel door 2 hier, hè. Niet vergeten, hè. Je moet de som deel door 2 om het midden te hebben. Dus de coördinaat van S, hè, die is PM min P over 2. Nu gaan we de vergelijking van L opstellen. Nu, hoe doen we dat? L moet door F gaan. Geen probleem, hè. Coördinaat van F kennen we. Tweede voorwaarde, L staat loodrecht op A. Wat is de RICO van L dus? Kunnen wij een formule geven voor de RICO van L? Met de gegevens die op de slide staan? Kan er mij iemand een formule geven voor de RICO van L? Met de gegevens die op de slide staan? Men in op M, zeer goed, Robbe, dank u wel. Ah ja, want de RICO van A die is M, dus de RICO van L is men in op M, dus ik kan die vergelijking opstellen. Ja. Dus de coördinaat van F, die ken ik natuurlijk. Hè. De coördinaat van F die was 0p over 2. De RICO van L die is men in op M, dus ik kan die vergelijking gaan opstellen. I min p op 2 is men in op M, maar x min 0. Of nog, het ziet er zo uit, L heeft als vergelijking, I is men in op M, x plus p over 2. Oeh, laatste controle. Ligt S op L? Dat gaan we nou doen. Kijk, voilà. S moet daarop liggen. Hoe controleer je dat een punt op een rechte ligt?
Hoe controleer je of een punt op een rechte ligt? En vullen, hè. En vullen, dat moet kloppen. Kun je doen? Hup, hup. En vullen. Is het zo dat min p over 2 gelijk is aan min 1 op m maal pm plus p over 2? Is dat zo of is dat niet zo? Klopt dat? Kijk daar een keer goed naar. Klopt dat? Waarom klopt dat? Het klopt wel waarschijnlijk, hè? Maar waarom? Valt er iets weg? Is er iets? Zet dat toch een m te veel, hoor ik u misschien denken? Waarom klopt dat? Wie kan dat zeggen? De m valt weg, ja, en teller en noemer. Dus wat hou je over? Je houdt over min p plus p over 2. Maar min p plus p over 2 is min p over 2, hè, mensen. Dus voilà. Het is gelukt.